Wij zijn van het gas af. Wij zijn van het gas af. Degene die van het gas af is, die komt zo straks weer aan het woord. Ik ga even een eentje fietsen, want ik moet even mijn stress eruit sporten vanwege de afspraak die we komende vrijdag hebben met het CVW. Dat wordt heel spannend, denken we. Je hebt er een paar mooie vrouwen staan. Ja, oké. Okay. Maar als ik het gedaan heb van Edelmond, dan zijn we en die ik ben zeer tevreden over de bouwers, over het bos. Wij hebben een manier gevonden om met geleider om te gaan. Wij als bewoners blijven binnen de oorspronkelijke begroting. Ik denk dat de bouwbegroting steeds hoger wordt, omdat, nou ja, er worden andere beslissingen genomen. Dingen moeten dikker, dingen moeten zwaarder, dingen moeten anders. Want je ziet eigenlijk alles wat je met eigen handen gemaakt hebt in zo'n woning, dat verdwijnt, daar moet je tegen kunnen. En op een gegeven moment ben ik dat punt voorbij. Mijn eigen gebouwde trap die daar zat, is nog steeds niet terug. Ik ben heel benieuwd hoe die weer terugkomt. Nou, dat een paar jaar van je leven kost. Maar aan de buitenkant heb je die raampjes. We hadden daar de badkamer, maar die werd klein. De hele aanloop naar alles, voordat alles geregeld is, voordat er een begroting is, voordat er een akkoord is met de NAM, daar gaat enorm veel energie in zitten. We hebben uiteindelijk een aanloop van bijna 5 jaar gehad tot dit hele gebeuren. En als het dan 1 keer zover is, dan heb je je bouwvergaderingen. Over alles moet overlegd worden, je moet allerlei keuzes maken. En het kost gewoon bakken energie. Wat ik fijn vind, is dat we de kans hebben gehad om het huis nu helemaal te verduurzamen. Ik vind dat iedereen de kans zou moeten krijgen binnen afzienbare tijd om hun huis zo versterkt te krijgen zoals dat nu bij ons gebeurt. Het gaat veel te langzaam en we moeten gewoon zorgen met elkaar dat daar vaart in komt. En dat dat voor iedereen gaat gelden. En dat het ook voor iedereen gelijk gaat gelden. En heb je nog gas? Nee, wij zijn van het gas af. Wij zijn van het gas af. Dat is echt. Ik kan niet uitleggen hoe fijn gevoel het is dat we van het gas af zijn. Minus Valdo.